Ook zitten klikken jouw foto's. Echt als, je bent 4 jaar fotograaf des Vaderlands geweest. Je noemt jezelf een serial clicker. Maar je doet het steeds series, hè? Ja, ik heb een soort dwangrozen onder de leden. Ik weet niet, daar hebben heel veel fotografen last van, hoor. Okay. Seriematige gedrag. Gaat het niet over. Less is more telt niet. Het is, ja. Maar wanneer weet je dat die serie stopt? Je kan altijd door blijven klikken. Ja, wat ik doe is gewoon een datum prikken over een half jaar. Dan doe ik iets anders. Of dan het beste is om een expositie te regelen. Oh, ja. Dan ga ik het exposeren. Dan zit je eraan vast. Want wat we straks zagen, die bruiloftsfoto's, die zijn echt prachtig. En daar is vast heel veel werk in gegaan. Ja. En jij bent een klikker inderdaad, hè? Gewoon snel, snel. Nou, ik ben meer van de felrealistische observatie van het leven die voor mij plaatsvindt. Ja. En ik heb nog nooit eigenlijk een goede... Nee, ik heb nog nooit... Zoals bijvoorbeeld dit, de olifantenpaadjes. Ja. Klopt, ja. Ja, dat is als mensen mij ergens van kennen, vaak niet eens fotografen, dus vaderlandschap, dan is het van de olifantenpaadjes. Hoe komt dat zo? Ik vond er ineens, ik dacht, waarom is dat eigenlijk zo? Dat stedenbouwkundigen ons nooit de kortste weg van A naar B faciliteren. Er is altijd omlopen geblazen. Daar hebben we een hekel aan, dus dan doen we dat zelf. Nou ja. Hoeveel heb je er? Ik heb er een stuk of 1000, denk ik. 1000? Maar ik heb er 10 jaar geleden heb ik er een boek van gebakken. Die 10 ik ook, van de olifantenpaadjes. Want als je dus eenmaal één ziet, dan zie je ze overal. Dus net als dat je zwanger bent, dan zie je overal zwangere vrouwen. Dat heb jij dus ook. Zo werkt het. Ja. Grappig, hè? Ja. Hey, je geeft het nou door... Je bent nu op zoek naar nieuwe fotografen die het op een... We moeten nog even naar de favoriete foto. Oh, jouw favoriete. Sorry. Het is zo mooi om nog even mee te pakken. Oh, deze hebben jullie. Je moet even uitleggen. Dit is de mooiste foto zelf die ik heb gemaakt in 2004... In de kelder van het octrooibureau Vriesendorp en Gade. En als je over kantoor, hè? Ik zal hem even uitleggen. Kijk, je ziet aan de linkerkant zie je een groene... kantoorplanten die ik gecombineerd heb met de rode Ajax brandblusser. En dat vervolgens in een complementaire kleurencombinatie met de toevallige kledingkeuze van mevrouw Pires, die op het mosgroene keukentrapje staat, wat weer een prachtig lijntje trekt met het rode stickertje op het kopieerapparaat. En in de achtergrond zit meneer Taal in geel tinten een functioneringsgesprek te voeren met Ferry, wat weer een lijntje trekt met de gele kaartjes van mevrouw Pires op het trapje. Dit heb jij niet in scène gezet, beloof je ons? Nee, dit was heel lang wachten en toen gebeurde het. Ja, voor mijn ogen. Ja. Ja. Hey, dan toch naar die fotografen die jij gevonden hebt. Want zometeen zit jouw termijn erop. Als fotograaf des Vaderlands. Leg uit wat we zien. Ja. Zeg maar. Ja, ik ben al heel lang fotograaf des Vaderlands. Ik denk, ik kreeg nog een jaar extra corona-verlenging. Ik denk, ik moet het uit een ander vaatje gaan tappen. Toen ben ik een webserie gemaakt. Die heet De Fotoclub des Vaderlands. Een 5-delige webserie met Eefje Suikerbuik. Met een online clubhuis op Instagram. Om het fotograaf des Vaderlandschap eigenlijk naar mijn collega's toe te brengen... die de ontspanknop ook lekker weten te raken.